Van harte welkom. Mijn naam is Danielle Nijhuis en ik werk al jaren professioneel als medium en healing medium. Samen met mijn vrienden vanuit de spirituele wereld heb ik een speciale helende boodschap voor jou. En ga rustig zitten en voel hoe de boodschap jouw healing geeft. De boodschap voor vandaag is: als we besluiten om een ontwikkeling aan te gaan, en het maakt eigenlijk niet uit wat voor een ontwikkeling, want misschien heb jij wel besloten of zit jij erover te denken om bij een hardloopclub te gaan. Of je wil portret tekenen leren. Of je wil met een groep mensen gaan diamond painting. Of bij een boekenclub. Misschien wel je spirituele ontwikkeling. Er zijn zoveel mogelijkheden die we kunnen benoemen aan ontwikkeling. Maar dan moet je je realiseren dat als je met een groep mensen in contact komt die allemaal een bepaalde interesse in een ontwikkeling hebben, dat er een hele grote levenskracht te voelen is. Dat is een soort van burst of energy, dus een boost van energie wat bij elkaar komt. En als dat dan samenkomt, dan kan dat heel erg overweldigend zijn. En dan kan het zijn dat je nog meer open gaat staan. Dus leer daarmee om te gaan. Met name als je gevoelig bent. Als je gevoelig bent en je komt in contact met mensen dan, en met een groep, dan kan het zijn dat de energie en de power die daarbij hoort wat overweldigend is. Probeer dan de rust te vinden in jezelf en tijd te besteden aan meditatie. Meditatie en stilte en terug naar de weg van het hart gaan je heel veel brengen om te leren om te gaan, om jezelf de kans te geven hoe jij met die energie om kan gaan, die je kan voelen onder mensen. Wat super gaaf is, maar als je niet genoeg ervaren hebt hoe je daarmee om kan gaan, kan het ook overweldigend zijn. Nou, wil je daar nou tips en handvaten voor handvatten? Volgens mij zeg je dat zo. De hele dag door zitten er coaches voor je klaar die je hiermee kunnen helpen. Kijk even op de website www.ditismijntoekomst.nl.